Het is een kleimachine. Ik dacht zeg maar dat het net zo'n kas was als wat je bij de Maashaven ziet liggen. Ja, dit zou een educatief filmpje kunnen zijn. Kijk, educatief, dat is de eerste schijf van de eco-sociale indexen. Wij zijn al 4 jaar bezig met het verzamelen van verschillende kleisoorten in Nederland. En nou ook in de andere landen. Klei zijn, dat vind je in rivieren, maar kan ook in het land zijn. Het is een afzetting, meegenomen is door rivieren, zee of ijstijden. En daar kan je keramiek van maken. Ja, maar wat is het voor machine? Ja, dat is een machine en die is eigenlijk een illustratie om te laten zien hoe je van klei, grond, een tegel kan maken. Je schept die grond, dat zou hier kunnen zijn. En dan gaat hij hier doorheen, dan wordt hij gemalen. Dan wordt hij nog een keer fijn gemalen. Dan ontstaat de poeder. En dan komt er water bij. Daar wordt dan klei van maken. En dan gaat die klei dan door deze pers. Dan gaat hij door deze speculaasmachine. En dan komen er tegels uit. Kleisoorten hebben zijn eigen karakter, eigenlijk samenstelling. Dus dat reageert ook verschillend in de oven. De ene krimpt harder en de andere levert een andere kleur op. En dat komt dus door verschillende mineralen en eigenschappen van de grond, wat de kleur maakt. Ja, we hebben ook een project gedaan met boeren. En daar hebben we eigenlijk onderzocht wat de relatie is met de grond en gewas. En daar hebben we eigenlijk gezien zeg maar, dat op zandige gronden bloembollen groeien en op vette kleigronden aardappelen. En daar hebben we een hele kleurenwand gemaakt van elke akker. En dus kan je eigenlijk van ver af al zien van daar staan waarschijnlijk de zware gewassen, aardappel, suikerbieten. Daar staan fruit, want dat waren groenachtige tegels. Je kan ook zien waar de koeien staan. En dat is allemaal aan de hand van de grond. Die boeren weten het gewoon, ja, en dat was het leuke. En die boeren waren ook heel belangrijk in ons project. We hebben dus ook al die boeren bezocht en dan gingen we het land op, gingen we meehelpen, aardappels rooien. En we vroegen dan van wat is de samenstelling van jullie grond? En dan wisten ze meteen te zeggen. En dan wisten we eigenlijk ook van, er zal wel ongeveer een lichtachtige, zandachtige tegel uitkomen. Hey, je kan in de grond kan je wat groeien, maar je kan met de grond ook weer een asbak maken, in mijn geval dan. Ja, dat is ook heel leuk, want bijvoorbeeld die boeren die zeiden dan ook van, ja, maar je kan van mijn grond, daar doe ik aardappels op, Roy, daar kun je geen keramiek van maken. Uiteindelijk hebben wij een lunch gehouden waar wij al het keramiek wat we gemaakt hadden van hun kleien gepresenteerd hebben in een lunch. En hun brachten dan zeg maar de gewassen mee. De aardappelen, wortelen, soep, van alles. Het was echt heel rijk. En toen zei ook één boer van, je hebt wel echt bewezen dat je dus meer kan. Dus dat je ook keramiek kan maken van die grond. En dat soort dingen zijn dan heel erg leuk.